Ja, voorzitter. Als ik nu een nieuw energiecontract afsluit, dan betaal ik bij Eneco en Essent. Bij Essent €3,99, bij Eneco €4,27 voor een kuub gas. Als ik die kuub gas op de markt koop, die termijnmarkt, betaal ik €1,60. En dan moet je nog 50 cent belastingen en misschien nog 10 tot 20 cent voor marge en transport. Dus voor een bedrijf kost het tussen de €2,10 en €2,30 op dit moment om een kuub gas in een huis te krijgen. En als ik een contract afsluit, kost het €4,27 betaal ik. Als straks de overheid het meerdere boven €1,45 vergoedt, dan is de eerste 55 cent zijn de kosten voor het elektriciteitsbedrijf, voor het gasbedrijf. Nou, dat is volstrekt redelijk. Maar daarbovenop zit €2,17 marge. En nu ben ik natuurlijk geïnteresseerd, omdat dit om 24 miljard gaat, of van die 24 miljard nou de marge aan het vergoeden zijn, of gewoon de inkoopkosten. Die inkoopkosten, dat is precies de bedoeling. Dank u wel. Een kleine marge is ook de bedoeling, want we hoeven het echt niet kapot te laten gaan. Maar hoe weten we nou wat het maximumbedrag is dat vergoed wordt? Minister. Nou, dat moet ik even checken bij mijn collega van Klimaat en Energie. Daar kom ik in de tweede termijn op terug. Want de heer Omtzigt vraagt terecht naar de cijfers, maar ik heb daar... wij willen dat ze geen overwinsten maken. We zijn ook nog aan het uitzoeken wat de doorgerekende prijs is. Hier worden echt nog gesprekken over gevoerd. Dus ik wil geen dingen zeggen die niet kloppen. Heer Omtzigt. Ja, voorzitter, dat waardeer ik, dat laatste natuurlijk. Maar we hebben het natuurlijk wel over de hamvraag. Het is de duurste ingreep ooit. Hij lijkt rond de 24 miljard te kosten. Als het meevalt 10 miljard en als het tegenvalt 40 miljard. Dus we hebben het ergens over. Ik neem aan dat ik dan heel precies inzage krijg en echt uitgewerkt en schriftelijk over wat nu de prijs is die energieleveranciers krijgen. Want dat is voor mij in ieder geval van groot belang om te weten of ik wil instemmen met dit prijsplafond. Want ik wil best niet tot de laatste euro, maar ik wil niet dat de miljardenwinst weglekt. Mag ik de minister suggereren om daar schriftelijk misschien op terug te komen? Ja, ik ga nu niet op mijn hoofd staan rekenen. Nee. Ja. Maar sowieso schriftelijk, omdat het ook een vrij technische vraag is. Ik denk dat het een hele technische vraag is. En ik weet niet hoe ver de gesprekken zijn, maar we zijn het eens. Dat zei ik net ook, dat de overwinsten moeten weten wat de prijs is die we echt betalen en wat er de meegerekende prijs voor het bedrijf is, wat een redelijke vergoeding is en wat alles wat daarboven is. Maar dat moet helemaal uitgewerkt worden. Dat hangt ook van de contracten af.